Goedemiddag, welkom weer bij een nieuwe video. Op de achtergrond horen jullie onweer. Het is hier een wolkbreuk en het is heel slecht weer. Maar we gaan gewoon proberen alles duidelijk uit te leggen en te filmen. En dan kijken of jullie het allemaal begrijpen. Ik heb garen. Dat is van de Action. De All Weather garen. En het is acryl en nylon. 183 meter. En de bol kostte volgens mij €2,99. We gaan deze mandjes haken. Jullie hebben ze natuurlijk al gezien in het beginfilmpje. En je kunt ze eigenlijk met elk garen haken dat je, welke je wil. Dit is mooi zacht garen. Leuk. Ik vind het leuk garen. En zo groot als ik hem heb, hoef je hem niet te maken. Maar je kunt wel de maat aanhouden als je daar dus andere garen, dunne garen bij gebruikt. De ringen die ik gebruik heb ik via AliExpress besteld. Maar zijn ook gewoon bij een gordijnenwinkel of bij de HEMA of zo zijn ze vast ook te koop. Nou, het is geen moeilijke steek, het is geen moeilijk patroon. Ik ga hem jullie uitleggen en dan kunnen jullie hem ook maken. Ik wurm even in het midden, probeer ik er een beginnetje uit te krijgen. Wat ik bij de andere twee bollen al best wel moeite mee had. Maar deze gaat goed. Ja, kijk, dit is een beetje jammer altijd van die knoopjes. Maar ja, dat doe ik wel als ik daar straks ben. Kijk ik wel hoeveel last ik daarvan heb. Zo. Tada. Nou, we gaan beginnen. Zo. Ik was even mijn ring vergeten, dus ik heb mijn ring gepakt. En je begint met het beginknoopje. Dit is vrij dik garen, dus dit doe ik gewoon met haaknaald 8. En uiteraard met dunne garen ook een kleine haaknaald. We beginnen met 5 halve stokjes in deze ring. Dus we slaan hem om. En dan pakken we onder de draad door naar boven. En dan maken we gewoon een half stokje. Kijk. Zie je? En dan krijg je 2 lusjes. Dus omslaan. Via onder haal je je draad terug. Iets meer op afstand, dan heb ik hem wat scherper. En dan maak je je halve stokje. Dus dit is 2. Omslaan. En dan een draad mee terug. Omslaan. En dan nog één. Misschien heb ik er 3. Dit wordt nummer 4. En dan als laatste 5. 5 halve stokjes in de ring. Vind je zo'n ring nou helemaal niet mooi? Dan kun je besluiten om hem helemaal vol te doen. En dan gebruik je later alleen die 5. Dus dat kun je ook doen. Nou, dan gaan we naar de tweede. Is 35 lossen. Haken we. En niet te strak doen. Dit zijn er 3, 4, 5, 6, 7. Nou, je gaat door tot 35 en dan ben ik er weer. Zo, ik heb 35 lossen gedaan. En nu gaan we hem verbinden met de eerste eigenlijk van de ring. En dan moeten we zorgen dat hij niet gedraaid zit. Ik vind dat altijd nog best wel moeilijk. Ik heb hem ook al 3 keer opnieuw opgenomen dit, want dan had ik hem wel gedraaid. Nou, we hebben hier dus die 5 steken. 1, 2, 3, 4, 5 en dan doen we hem hierin. Dus erin. Oh, wacht even. Dan moet ik even de draad bovenuit houden. En dan doe je hem hierin. En dan doe je een halve vaste. En als je. Dan gaan we even kijken of die niet gedraaid zit. En het ziet er goed uit. Ja. Hehe. Nou, hoe moeilijk kan het zijn, hè? Dan doen we 1 losse. Zo. En dan gaan we direct door in de eerste. Kijk dat jullie dat goed kunnen zien. In de eerste losse. Dus sla niks over. Doe gewoon in de eerste losse. Doen we een stokje. En die eerste is nog even een beetje. Zo. Dan doen we een stokje.
Dat is 1. Nou, dan gaan we naar de tweede. En dan gaan we naar de derde. En zo gaan we er 35 doen in totaal. En dan ben ik er zo weer. Nou, ik heb dus 35 stokjes gedaan. En nou ga ik de laatste 5 van de ring ga ik ook doen. Ga ik ook stokjes in maken. Dus dat is, dit is de eerste. De tweede. Derde. Dan de vierde. En dan doe ik deze, doe ik hier aan de kant. En dan doe ik hier tussen de vijfde. Zo. Nou, dan zijn we dus helemaal rond. En dan gaan we hem sluiten met die eerste losse, zie, die we hadden gemaakt in het begin. Dus die sluiten we dan met een halve vaste draad mee terug en klaar. We gaan niet ons werk draaien, dit was het. Dus nu doen we weer die beginlossen. En dan gaan we in de eerste gaan we een reliëfstokje voormaken. Zie je, in deze dus. Dus dan doen we hem achterlangs weer terug naar voren. Ik zal hem even in beeld houden, is ook wel handig. En dan maken we een reliëfstokje. Die daarnaast doen we hetzelfde. Ook een reliëfstokje. En na die 2 reliëfstokjes gaan we gewoon 3 losse stokjes doen. 1. En dan doen we weer in de volgende. Dan moet je goed kijken dat je hier deze 3 overslaat. En in de volgende doen we weer 2 reliëfstokjes. En dan in de volgende 3 doen we weer gewone stokjes. En dan kijk je weer goed dat je hier 1, 2, 3 overslaat. En in de volgende doen we weer 2 reliëfstokjes. Dit is de eerste. En de tweede. Dan doen we weer 3 gewone stokjes. Dat zijn dus 1, 2, in deze 3 en dan in de volgende 2 weer 2 reliëfstokjes voor. Nou, en zo ga je door tot naar het eind. Ik ben bijna rond. En kijk, hier heb ik mijn laatste 2 reliëfstokjes voor. Dan heb ik er 3 gedaan en nu kom ik dus bij het houten klosje, hoe zeg je dat, kom ik in de buurt. En nu ga ik dus deze 3 overslaan en dan gaan we nog 1 keer 2 reliëfstokjes voordoen. Het is een beetje irritant dat nu dat op mijn tafel tikt, maar dat moet even. En dan doe ik nog 3 gewone stokjes. Zo, ik praat lekker vandaag. Zo, trek wat draad verder. Wat vinden jullie eigenlijk van dit garen? Want ik vind het echt voor zulke dingetjes ideaal. Ik vind het wat minder stug als de hoe noem je dat nou toch, t-shirt garen of zo. Ja, dat. Dan vind ik het iets minder stug. Ik vind het wel lekker haken. Nou, dan heb ik er 3 gehad. En nu sluit ik hem weer met een halve vaste in dat eerste lusje. Dus niet hierin, als je het goed kunnen zien.
Maar echt gewoon dat eerst, die eerste lossen. Zo. Nou, en dan zijn we rond geweest. Dan gaan we weer verder. En dit draadje doe je wel op het allerlaatste wegwerk. Hè? Die moet eigenlijk, had hij naar binnen gemoeten, maar dat is echt niet erg. Doen we straks. We gaan weer eerste lossen doen en niet omkeren. Gewoon in deze eerste beginnen we ons, of gaan we verder. Wat is er nu aan de hand? Hier heb ik die twee reliefstokjes. En de eerste gaan we overslaan. Dan gaan we een gewoon stokje doen. Dus we doen hier een gewoon stokje. En dan doen we het vorige tweede reliefstokje voor. Daar doen we weer een reliefstokje voor in maken. En dan, want we schuiven hem op, doen we in de volgende, wat normaal een stokje zou zijn, doen we ook een reliefstokje. Zo. En in het begin moet je even goed omdenken. Dus hier hadden we eerst de twee. En nu schuiven we het op naar deze twee. En nu doen we weer gewoon drie stokjes. En nu gaat het eigenlijk automatisch, hoef je niet meer zo na te denken. Want als je nu drie stokjes doet, trek ik even mijn draad eruit. Dit was 1, 2 en dan 3. Ga je dus eigenlijk al in het reliefstokje van de vorige toer een gewone doen. En dan doe je in de tweede doe je weer een reliefstokje voor. En daarna doe je er ook één. Nou, we doen er nog één samen en dan denk ik dat dit jullie het wel weer gewoon door kunnen. Kijk, zie je? Is die ook opgeschoven. En dan doe ik weer 3 gewone stokjes. En dan daarna doe ik er 2 reliefstokjes voor. En dan weer gewoon 3 stokjes. En 2 reliefstokjes. Kijk, die hadden we dan gehad. En dan moeten we in de volgende 2 reliefstokjes. Weer 3 stokjes. Nou, en dan weer 2 reliefstokjes. Nou, zo gaan we door. En zie ik jullie weer op het eind. Zo, ik ben er weer bijna. Ik heb weer 3 gewone stokjes gedaan. En dan doe ik 2 reliefstokjes. En ik ben nu alweer achterin. Aan de achterkant van dit... van dit hangertje. Hoe noem je dit nou toch? Nou ja, ik kom er even niet op. En dan doe je er 2. En nou zou je denken dat je 3 stokjes moet. Dan denk je, ja, dat past toch niet? Jawel, want we hebben hier de eerste al gedaan. Hè? Dus dit is dan de eerste. Dit tellen we niet mee wat hier tussen is. En daar ga je straks ook helemaal geen last van hebben, omdat dat aan de achterkant is. En dus we doen nu nog 2 gewone stokjes. En als we hem dan sluiten met de eerste, kijk, dan pakken we weer het eerste, dan sluiten we hem weer mee, de eerste lossen. En dan heb je er wel eigenlijk gewoon 3 op een rij. Zie je? Dus dan heb je 1, 2 en 3. Kijk, en vind je dit wel hinderlijk, dan doe je dat anders hoor. Maar ik vind het niet hinderlijk. Ik zal het laten zien aan de andere. Kijk, mag je me aanwijzen? Het ziet er toch hartstikke netjes uit. Dat is echt niet iets wat iemand, zich aan irriteert. Maar, en trouwens, ik zat straks te kijken en toen dacht ik van, nou, als je hem niet wil ophangen en je doet de ring eraf, kijk, dan heb je een heel leuk mandje ook voor bloempotten. Ik vind hem iets te slap voor dat je zegt van een pennenbakje of wat dan ook, maar een leuk bloempotje en dan kun je hem ook zo gebruiken. Is ook leuk. Dus, nou, dat dus. Dus nu hebben we hem weer gesloten. Dan doen we weer een losse. Normaal noemen we dat een keer losse, maar wij keren niet. We gaan gewoon door. Nou, en dan gaan we hier kijken. Dan gaan we in de eerste. Beginnen we dus hier. Beginnen we weer met een gewone.
gewoon stokje. En dan moeten we weer eentje op gaan schuiven. Nou, dan kijk ik weer even. De vorige waren deze. Dus nu moet het deze en deze worden. Dus de volgende krijgt ook een gewone losse stokje. En dan, zie je, dan gaan we weer een reliëfstokje maken. En dan uiteraard in de volgende ook. Kijk, en we nu ervan hoeven we dan niet meer moeilijk te doen. Gewoon 3 stokjes en schuift het automatisch op. 1, 2, en misschien een beetje in beeld blijven is ook wel handig. 3. Nou, dan weer 2 reliëfstokjes voor. 1, 2, dan weer 3 gewone stokjes. Zo, dan weer reliëfstokjes. 1, 2, 3 gewone stokjes. Eventjes, ik ga wel iets hoger doen. Volgens mij zit ik er wel heel dicht op. Zo, zit er nou goed? Ja, een beetje scheef. Zo. Nou, kijk of dit makkelijker is. Even kijken, ik heb hem weer opgeschoven en dan moet ik weer 3 stokjes doen. 2 en dit is nummer 3. Zie je, dan zie je dat het gewoon automatisch gaat, dat het een plekje opschuift. Nou, zo ga je door. Op het laatst denk er goed om dat je dus inderdaad weer opschuift. Dus dit was de vorige rij. Dan zou je dus deze en deze doen. En dan krijg je dus dat je weer 3 moet doen. Dan heb je hier 1. Dan sluit je hem. En heb je hier de volgende 2. Ik doe dat nog even samen en dan ga je zelf ermee aan stoeien. Dus tot zo. Nou, dan ben ik weer op het eind aangekomen. Moet ik nog 1 losse doen. En dan sluit ik hem. Kijk, en dan heb je 2 en 3 heb je hier. Nou, volgende rij. Weer in de eerste. Moet ik even kijken, ik wou zo een stokje doen, maar ik moet even kijken. Want deze schuift natuurlijk ook op, die komt daar en daar op het eind. Zie je? Dus inderdaad, dan worden deze 1, 2, 3, worden gewoon de stokjes. 1. 2, 3, 2 relief. Nou, ik denk dat dit nou wel inmiddels duidelijk is, hè, hoe dit patroontje werkt nu. Dus ik kom nu alleen nog eventjes terug op het eind en dan begin en eind doen we even samen en dan gaan we door tot we dat we, als ik het goed heb. Ik ga even nakijken. Volgens mij 7 rijen in totaal. Dus ik kom er zo nog even op terug. Zo, en ik ben weer op het eind. En dan moet ik weer 3. Kijk, en omdat het elke keer opschuift, moet ik nu in de laatste 2 moet ik dus een reliëfstokje voordoen. Ja. Ik controleer het zelf heel vaak, want ik heb... Met die 2 heb ik wel gehad dat ik dus gewoon 1 reliëfstokje deed. En dan had ik dat de volgende rij, of misschien wel 2 rijen verderop, was door. Zie je? Dus zo, nou, en dan sluit je hem dus weer in die losse. En ik heb even nagekeken. Ik heb het even nagekeken. En we gaan 7 rijen doen. En ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5. Dus ik doe nog 2 rijen. En dan gaan we wat anders doen. Dus we gaan nu weer beginnen met een losse. En dan ga ik even kijken hoe ik nu moet doen. Ik moet even kijken. Hier 1, 2, 3. Dus ik begin nu met een reliëfstokje voor. Dat snappen jullie, hè? Dat het dus
deze weer op moeten schuiven. Dus dan komen hier twee reliefstokjes. Dus dan heb je hier 1, 2, 3. Dan moet hier automatisch een reliefstokje. En we beëindigen hem straks met een reliefstokje voor. Dus, nou, 3 gewone weer. En ik zie jullie straks. Zo, ik ben nu bij de laatste. En dan, deze zaten in de vorige. Dus ik doe nu deze een gewoon stokje. En als het goed is, klopt het bij jou ook allemaal. En dan doe ik in de laatste, doe ik dan een reliefstokje voor. En hier was natuurlijk ook al een reliefstokje voor. Dus als je dan sluit met een halve vaste, dan komen ze bij elkaar. Zo. 7 rijen moeten we hebben. En ik heb er nu volgens mij 6. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus we gaan nog 1 rij doen. We beginnen weer met het begin lossen. En dan moet ik even kijken. Hier heb ik dus mijn reliefstokjes. Dus ga ik nu hier een reliefstokje doen en hier. Zo. 3 gewone stokjes. En dan 2 reliefstokjes voor. Nou. En dan door tot tot naar het eind en dan gaan we de volgende ronde wat anders doen. Nou, ik heb mijn rij afgerond en ik ben alweer met een beginlossen heb ik al gedaan. En nu gaan we dus de bodem haken. En ik zal uitleggen hoe je dat moet doen. We doen dus, we gaan steken samen haken, stokjes samen haken. Dus ik sla mijn draad om, ga er 1 en neem een draad mee terug. Sla hem om en ga door 2. Ik sla hem om en ga in de volgende. Neem een draad mee terug, sla mijn draad om door 2, dus een draad en door 3. Nu heb ik er 2 samengehaakt, nog een keer. Ik ga erin en ik neem een draad mee terug, sla hem om door 2, sla hem om en ga naar de volgende. Neem een draad mee terug, ik sla hem om door 2 en ik sla hem om door 3. 2 samengehaakt, volgende. Zie je? Nog een keer. Om en ik neem er 1 mee terug. Ik sla hem om door 2. Ik sla hem om naar de volgende. Weer mee terug. Om door 2. Om door 3. Nou, dat gaan jullie ook doen. En dan door tot naar het einde. Ik ben helemaal rond geweest. Ik moet nog 1, of eigenlijk 2 stokjes samenhaken. En dan ben ik er. Dat is mijn kat. Wat is er, Gijs? Wat is er? Hij ziet ze vliegen. Nou, en dan als ik dan rond ben, dan sluit ik hem weer met die eerste losse. Hier dus. Dan heb ik een beetje aangetrokken. Dat is niet zo slim. Zo. En dan ben ik weer rond. Nou, dan gaan we verder. De volgende. We doen weer een losse. En dan gaan we weer 2 samenhaken. Dus ik begin hier in de eerste. En ik ga naar de volgende. En zo. Dat is de eerste. Nou, en zo ga je weer rond. Nou, tot je aan het einde bent. En dan ben ik er weer. Nou, ik heb mijn laatste rij weer gehad. En dan doe ik dus weer hier. Ga ik hem weer sluiten met een halve vaste. Het grote haak dan weer dat. De hele weg geen last van gehad. Maar hier gaat hij iets strakker. Nou, en dan ga ik mijn laatste ronde doen. En dan gaan we hem daarna gewoon kijken. Dus je gaat nu nog de laatste ronde ga je nog eventjes samen haken. Ja, dat is natuurlijk zo klaar. Ook zit buiten beeld. Zo.
Zo. Even kijken, nog. Ben ik er nu? Even zien hoor. Nee. Nog twee samen haken. We gaan natuurlijk ietsje moeilijker dan omdat het al strakker bij elkaar zit. Zo, nou heb ik ze allemaal gehad. Nou, dan sluit ik hem nog een keertje met deze halve vaste en dan knip ik hem af. Zo. En dan best wel een draadje hou ik eraan, want ik heb hier mijn tasje niet. En dan ga je dus nog eventjes, kijk, ik zal het even laten zien. Dan ga je zo om en om, ga je hier in en hier uit, hier in, hier uit en zo. En dan trek je het bij elkaar en dan binnenkant ga je het afhechten. En dan is die klaar. Dus ga dat nog even doen en dan, dan hangen we ze zo op met een leuk plantje erin. En dan heb je een leuk, leuk hangmandje. Nou, veel plezier ermee. En tot de volgende video.